Voor veel aandoeningen van het hart, de zenuwen of het brein bestaan nog geen behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan blindheid of verlamming. Maar ook de behandelingen van doofheid, hartritmestoornissen, migraine, epilepsie en incontinentie kunnen en moeten beter worden. Als hoogleraar werk ik aan bio-elektronische medicijnen. Dat zijn piepkleine elektronische apparaatjes die de interactie aangaan met ons hart, onze zenuwen of ons brein. Bio-elektronische medicijnen zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor hopelijk iedereen met hart-, zenuw- en breinaandoeningen. Wat ik wil bijdragen aan Medical Delta is mijn kennis over bio-elektronica brengen naar de medische praktijk.